Wie zijn de menselijke fundamenten van de bouw in Limburg? Daar ga ik naar op zoek in deze reeks Limburgse bouwpioniers. Vandaag in Lanaken. Nelissen Steenfabrieken in Lanaken, opgericht in 1921 door Alfons Nelissen. Uitgegroeid van lokaal bedrijf tot een wereldspeler. Jaarlijks maken ze hier 185 miljoen bakstenen. Ik ben Gaston Nelissen, van de derde generatie van de steenfabrieken Nelissen. Ik heb hier 54 jaar gewerkt, van 1961 tot 2014. Ik ben Guido Gevers, van de derde generatie van de steenfabriek Nelissen. Ik ben hier begonnen in 1969. Tot 2014 heb ik hier gewerkt. In 1921 is mijn grootvader hier begonnen. Mijn grootvader is de vader van mijn moeder. Mijn grootvader die heeft dat waarschijnlijk heel goed bekeken, wetende dat iedere Belg een baksteen in de maag heeft. In die tijd was de regering op zoek naar mensen die materialen voor de bouw wouden produceren. Na de oorlog was er heel wat nood aan. Hij was een van de mensen die daarop ingegaan is. Waarom is hij dan begonnen met dit soort stenen? Want dit zijn speciaal handvormstenen. Hè? En daar heb je speciale klei eigenlijk voor nodig. En die was hier te vinden. Ja, mijn grootmoeder was van de familie Hazen en dat was een familie die heel veel grond hadden hier in het dorp en omgeving. Het was leemgrond die ideaal was om handvormgevelstenen te maken. Ja, landbouwgrond was het. Landbouwgrond, gelijk je nu erachter ziet. Ja, maar dat is allemaal terug opgevuld al. Hè. Mijn grootvader is begonnen met een veldoven. De stenen werden gewoon op elkaar gestapeld en daar werd vuur in gestoken en dat werd opgebrand. En achterna een heel grote constructie waar die schoorsteen nog bij hoorde hier. Ik kan me niet herinneren welke jaar, maar dat moet in de jaren 30 geweest zijn. Dan moet die ringoven gebouwd zijn, dat was een heel constructie met de schouw die je nu nog kunt zien. De stenen werden nog in droogrekken buiten, onder de schobben, gelijk ze dat noemden, gedroogd. Op die foto ziet je het hier nog beter. Maar natuurlijk, in de winter kon je dat niet doen, hè, want als het regende bijvoorbeeld, dan hadden we al de grootste miserie dat die stenen mochten niet meer nat worden, want anders was het terug modder. Ik denk toch dat dat op dit gebied van bakstenen dat de mooiste toonzaal is van Europa. Spijtig dat we die mogelijkheden vroeger niet gehad hebben. Toen ik in 1961 begon, ja, dan was dat hier een heel ander bedrijf als nu. Hè. De machines waren er nog niet, dus alles was handvorm nog in die tijd. En met die leemgrond kon je heel gemakkelijk handvormgevelstenen maken. Ik heb zelfs nog iets ervoor geweten dat er tafels waren met twee mensen die in vormen waren. Voorloper van de echte productiemachines. Hè. En dan achterna in de jaren 60 zijn de eerste tunnelovens gekomen. Dus voor mij was dat zogezegd nog een tamelijk nieuwe fabriek toen ik hier begon. Gaandeweg hebben we dat allemaal veranderd en gemoderniseerd en ons aangepast aan de technologie wat mogelijk was. Het belangrijkste wat we ooit gedaan hebben, alleen voor mij, was onze eerste nieuwe oven in 1989. Op dat moment deden we een investering in die tijd van 120 miljoen Belgische frank was dat. Dat was gigantisch veel voor ons. Maar onze omzet van één jaar was ook maar 120 miljoen. Ik herinner me zelfs dat de vergunning pas een jaar later kwam. Als dat een oven al draaide, maar het moest rap gaan, want we hadden stenen nodig. En het is vooral de laatste 35 jaar dat wij het fabriek eigenlijk helemaal gemoderniseerd en veranderd hebben. De overdracht naar de volgende generatie was eigenlijk heel emotioneel. Ik moet zeggen, ik was er klaar voor eigenlijk. Ik was 67 en ik vond de jeugd had toch al 20 jaar hier gewerkt, de meeste. Carlos misschien al iets meer. Jury iets minder, maar ze waren toch klaar ervoor. En ik denk dat wij ook wel klaar waren om het af te geven.
We zijn niet enkel managers, maar nog echte steenbakkers in hart en nieren. Wij zijn de vierde generatie en trots op dit rasecht familiebedrijf. We blijven investeren in een vooruitstrevend bedrijf met respect voor mens en natuur. Steenfabriek in Elissen, het is in goede handen.